Ja, de gemeente Hattem is eigenaar van de Oldenschoelen. En wat gaan we ermee doen? Nou, dat is even aan de initiatiefnemers, want we hebben eigenlijk een uitnodiging gedaan van mensen, kom met uw ideeën. Dat kan tot eind januari en doe daar een bieding bij en dan kijken wij welke initiatieven er zijn. Dus de gemeente wil hem verkopen? Ja, dat klopt. We zijn sinds een aantal weken weer eigenaar, maar we willen zo gauw mogelijk dat dit pand een goede bestemming krijgt. Het is een gemeentelijk monument. En ja, het heeft karakter, het staat op een goede plek. Dus wij denken dat er gewoon een mooie nieuwe functie mogelijk is. Heb je al reacties gekregen van mensen die gekeken hebben? Ja, de afgelopen jaren zijn al ongeveer 15 initiatiefnemers geweest die zich gemeld hebben bij de gemeente. En die staan nu op een lijst. Er zijn verschillende functies, zoals een woning, kantoor, bed and breakfast, verschillende ideeën. En wij gaan kijken wat we, hoe kansrijk we deze ideeën vinden voor de buurt, voor Hattem. En ook voor het pand zelf, wat natuurlijk weer een mooie uitstraling kan krijgen. Ja, je loopt hier rond met een aantekening, een blad. Ja, een gegadigde. Notitieblad, inderdaad. Gegadigd. Ik ben een jaar of twee, drie geleden hier langs gereden op weg naar Hattem. En toen zag ik dit gebouw en ik was eigenlijk een beetje verdrietig om te zien hoe zo'n mooi oud gebouw verwaarloosd werd. En toen heb ik eens contact opgenomen met de gemeente. En die zei van, nou inderdaad, je hebt gelijk en we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen. Want we hebben ook al verschillende malen klachten gehad van bewoners. Over geluidsoverlast en in het weekend. Ik zei, nou, het is echt best wel wat moois van te maken. Zijn er veel mensen geweest vanmiddag? Ja, we zaten net te schatten, ik denk ongeveer 60 man. Het zijn zowel initiatiefnemers als mensen die even wat herinneringen opkomen halen. Dat ze een school zijn geweest of mensen die al jaren hier in de buurt wonen, die hier geboren zijn zelfs. Die willen toch eens even een kijkje nemen. Ja, je hebt nu de kans, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, een oud leerling hier. Ja, inderdaad. Een stukje nostalgie. Ik heb hier op school gezeten. Klas 1, 2, 3, 4 en 5 en 6. Dat was hier dan weer naast. Die waren twee klassen. Het was verdeeld in twee lokalen, dit gebouw. En ik heb hier tot mijn 12e jaar op school gezeten. Het mooiste verhaal wat ik vond was een vrouw die vertelde over dat hier dan een wand stond, zeg maar. En dit was dan het hoekje. Dus ik heb het over dit hoekje. En die vrouw ging echt even letterlijk zo met haar gezicht tegen de muur aan staan, handen op de rug. En dit was een strafhoekje. En die vrouw beleefde dat weer eventjes opnieuw. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Hoe die vrouw daar ook weer stond. Ja. Zoveel jaar geleden. Hoe ze daar eigenlijk... Ik zeg, heeft u daar vaak gestaan? Ja, best wel. En dat vond ik dan ook wel weer heel erg leuk. Ja, nee, mooie verhalen. Ja, absoluut. En daarna in 1970. Toen fietsten we hier alle dagen langs dit gebouw. Toen stond het al een aantal jaren leeg. En toen kwam het idee met een vriend van me op om er een jeugdsociëteit van te maken. En dat is gelukt. Toen in de tijd was het nog gemeente Oldenbroek. En toen hebben wij in 1970 hier de lokaliteit gehuurd van de gemeente Oldenbroek voor 100 gulden per jaar. Dat was een heel bedrag natuurlijk. En toen zijn we hier een jeugdsociëteit begonnen. 1 keer in de 14 dagen op de zaterdagavond. En nog leuke herinneringen? Ja, nou leuke herinneringen waren dat niet zo. Maar ik weet nog wel, dat herinner ik me nog wel, dat ik... dat we op een... het was in februari dat we ijsvrij kregen. En dat ik na moest blijven op school. En, we hebben wel heel ondeugend geweest dan. Ja, dat was ik steeds. En maar toen zag ik... ik kwam uit de school, hier zo. En toen zag ik mijn broertjes en zusjes daar gaan slopen. En ik... alsof ik op... achter mijn zusjes aan en mijn broertjes en ging hier de straatweg over en toen was het onder de auto in ziekenhuis. In ziekenhuis terechtgekomen. Is dus dubbel gestraft? Dubbel gestraft, ja. Want het is erg vervallen, hè? Ja, zeker. Ook van binnen. Dat zien de mensen van de buitenkant nog niet. Maar als je binnenkijkt, dan zie je dat er echt veel moet gebeuren. In 1972 hebben we de lokalen aan elkaar getrokken. Het waren twee aparte lokalen. Toen hebben we de muren tussenuit gehaald, een bar ingetimmerd, een discotheek ingemaakt. Daarna is men meer overgegaan tot de optredens van bands. En wat wil je ermee doen? Hè? Een bedrijf vestigen? Ja, een kantoor. Kantoor. Een kantoor, ja. Met een aantal besprekingskamers. Ja. En ik denk dat er wat van te maken is. Om oude gebouwen in oude allure te herstellen met moderne faciliteiten. Het terrein hiervoor
wat ook netjes gemaakt kan worden. Zoals het er nu uitziet, dat had ik ook niet verwacht op deze manier. Het is erg vervallen nu, hè? Want er is de laatste 20 jaar volgens mij helemaal niks aan gebeurd. In de oorlog heeft mijn moeder hier nog een nacht overnacht. Want die wilde over de IJssel. Ja. Maar daar stonden allemaal NSB'ers die van alles en iedereen het nodige aan eten uit het westen confiskeerden. Ja. En zij wilden dus ook niet makkelijk de brug over. Ze is dus later s'avonds met een visser uit Hattem de IJssel overgestoken. En op een gegeven moment moest ze plat in de boot liggen, want de boot werd beschoten. Maar ze heeft het gehaald en uiteindelijk had ze dus de nacht hiervoor had ze doorgebracht. Ik ben enigszins met die historie verbonden. Misschien heb ik hier wel een mooie kans om een nieuw kantoorpand van te maken. Niet helemaal te vernieuwen natuurlijk, maar het bestaande op te knappen en het mag de buitenkant zijn allure houden. En dan aan de binnenkant moderniseren. Morgen zal weer alles van een dakje gaan.